Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 72. Ronde nummer 8 van seizoen 5 gaat dus beginnen. We hebben een aantal sponsoren die wij moeten gaan verlengen of gaan managen. Ik kan je alvast verklappen dat wij sponsoren gaan toevoegen aan de auto en dat er nieuwe sponsoren komen. Welke, dat zien jullie zometeen op het scherm of zometeen op de auto. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer. Vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Zijn losgekomen van de rest bij de Research and Development Progress. Goed om te zien, hebben de vorige wedstrijd ook gewonnen. Dat had u echt niet verwacht. Uitstekende wedstrijd van ons en Verstappen werd tweede. Hopelijk kunnen wij dat deze race weer herhalen. Nieuwe sponsoren dus op de auto toegevoegd. Even kijken welke allemaal de juiste is. Nou, en de sponsor is even toegevoegd. Ik heb dat laatste deel gewoon even helemaal doorgespoeld, want dit is veel belangrijker. Updates, jazeker. Er komen flink wat updates aan, omdat we ook geld hebben gespendeerd aan de faciliteiten. Dus ja, dat zou de auto nog beter moeten gaan maken. Rini, dankjewel. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Nou, toppie, nieuwe onderdelen dus aan de auto toegevoegd. We kunnen helaas ook niks meer updaten. Zijn nu gewoon het snelste van het veld. Waren we eigenlijk al vorige race, maar goed. Ja, dat is. Goed verhaal. Gaan iets van de faciliteiten doen. Personeel update, misschien dacht ik. Ja, kan Verstappen wat beter worden. Maar goed, we moeten ook geld zien te besparen. Want na deze race loopt het contract met Max af. En daar moeten wij voldoende geld voor hebben. Maar nu is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 72 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q2. Het zou mooi zijn dat dat gaat gebeuren met één run. Waarom? Dan spaar je een setje banden uit die je nodig kan hebben tijdens de wedstrijd. Interessant. Heel interessant. Goed, hebben wel een McLaren voor ons rijden. Hopelijk dat hij ook aan de kant gaat, maar ik ben bang van niet. Waarom? Hij zit ook in de snelle ronde. Dus dat wordt een beetje close, denk ik, zometeen bij sector 2. Hebben die McLaren inmiddels ingehaald en diezelfde McLaren rijdt nu achter ons en probeert ons weer in te halen. En wij gaan hem even blokkeren. Zijn niet van plan om de McLaren daar voorbij te laten. Geen idee wie het is trouwens. En wij laten de snelste tijd noteren met een 1.44.667. Opmerkelijk, ondanks die langzamere McLaren. Einde van Q1 met er ongeveer 2 minuten op de klok. Zijn wij er nog een keer naar buiten gegaan om ons te verbeteren. Want Verstappen is sneller gegaan. Wij dus door naar P2, maar goed, dat zie je ook gewoon linksboven in het scherm. En kijken of wij die snelste tijd kunnen gaan afpakken van Max Verstappen. Iedereen is dus trouwens nu naar buiten voor een outlap. Wij hebben er geen last van, omdat ja, de eerstvolgende is een Alfa Romeo. En die komt nu pas het rechte stuk op. Einde van mijn laatste run in Q1. Met paars in sector 1 en 2 zijn 17e harder gegaan. Nu is het 15e en dat is de snelste tijd met het 1.44.079. Aanbeland bij Q2 met er ongeveer 4 minuten op de klok. Weer als een van de weinigen met een 1 run. Iedereen gaat het met 2 runs doen. En diezelfde personen die met 2 runs doen, die komen nu naar buiten.
Maar goed, daar hebben wij gewoon geen last van, hopelijk. Jazeker, Perez gaat al van zijn gas af en daardoor is het een beetje geel in sector 1. Einde van mijn laatste run in Q2. We staan op een P16 met nog geen tijd, maar goed, dat is logisch. En moeten gewoon in die top 10 zien te blijven. Max houdt het ook voor gezien. Houdt het ook maar bij één run, zie ik. En staat nog steeds in de pitstraat. En wij rijden een 1.42.7. Een tweede tijd. Of een eerste tijd, weet ik niet zeker. Aanbeland bij Q3. Zijn al vroeg naar buiten gegaan. En kijken of we ook naar de pole position kunnen toerijden. Ik verwacht van wel. Kijken wat Verstappen kan en de rest. Onder andere, ja, Lando Norris in de Red Bull. Of Leclerc en Sainz in de Ferrari. Max rijdt voor ons richting Eau Rouge. Einde van mijn laatste run in Q3. Perez voorlopig naar pole met een 1.45.5. Leclerc met een 1.44.6 pakt de pole af. Verstappen pakt de pole af en wij pakken de pole af met een 1.42.803. Dat betekent dat wij de pole position hebben veroverd. Verstappen op P2, Gasly sterk op P3, Norris 4 en Albon op P5 voor McLaren. Dat is de top 5 voor Q3. Nu is het op naar de race voor aflevering nummer 72 van F1 22. My Team Career Mode, daar gaan we dan. Once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race that the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019 Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of them to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed, and the average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Gasly, Norris, Alex Albon, and Leclerc. Sainz, Tsunoda, Ocon, and Fernando Alonso. Latifi, Mick Schumacher, Daniel Tictum, and Joe Russell. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Richard Vachon, Oscar Piastri, and Sergio Perez. They've taken a grid penalty. Teo Pourchaire, Stroll, Magnussen, and Robert Schwartzman. Which of these talented drivers will come out on top today? It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, dat momentum moeten wij dus meenemen in de vorige wedstrijd, want we hadden toen de race gewonnen, dus dat moet dus nu zeker goed komen. 22 rondes lang, het is maar een korte video. Waarom? Omdat de lengte van de baan heel lang is. En ja, dan zul je het hier helaas mee moeten gaan doen. Een eenstopper, medium hard is de strategie. Ik heb wat extra brandstof meegenomen en dan is de formatieronde intussen gewoon onderweg. En alles gewoon opwarmen, banden, motor, remmen en ook weer alles netjes koelen voor de start. Daar helaas wel de muur geraakt, alleen het voordeel is bij de formatieronde, je kan niks beschadigen.
Dan zijn we aanbeland bij de gridposities. En dan positioneer ik me een beetje naar links. Daar ligt de ideale lijn. En komen goed in de gridslot terecht. En is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 72 alweer. Hier in België voor F1 22 My Team Career Mode. De lampen gaan dus aan voor de grote prijs van België hier op Spa-Francorchamps. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Komen goed van onze startpositie. En gaan al wat afknijpen richting de eerste bocht. Daar wou Yuki Tsunoda zeggen. Pierre Gasly aanvallen. En Gasly kwam even kort naar P2. Maar Verstappen die dacht, nee, doen we niet. En hij rijdt dus weer op de tweede positie. Max kan hier ook nu aanvallen op dit rechte stuk. Heet de topsnelheid. En wij gaan verdedigen. Max moet daar even op de rem. Wat kan Gasly? Helemaal niks. En zet de paars in de eerste sector neer. Goed gedaan. En rijden nu weg van de landgenoot. Jazeker, het gat is nu 17e inmiddels. Ronde nummer 4 en het gat is vergroot tot 3,7. Goed gedaan. En Max is ook al weggereden bij Pierre Gasly. En wij noteren een 1.46.434. Snelste raceronde tot nu toe in de grote prijs. Nog 17 rondes te gaan in de wedstrijd. Als ik dat goed zeg. Jazeker, dat zeg ik goed. Toppie. Maar ja, Max en ik dus weer een klasse apart. Zo zie je maar in ronde nummer 5. En Gasly gaat iedereen ophouden. Albon, Leclerc, Perez. Al die namen die doen denk ik niet mee voor de overwinning. In ronde nummer 11, op de helft van de grote prijs, duik ik naar binnen voor de harde band. Gaan de wedstrijd hierop proberen uit te rijden. Moet gewoon lukken denk ik. En komen, hoop ik, niet in verkeer terecht. Verstappen gaat een ronde lange door. Die moet trouwens wel een ronde lange door, anders staat hij vast in de pitlane. En dus rijdt Verstappen even kort aan de leiding. Jammer van de versnelling die niet beschikbaar was en komen achter Albon weer de baan op. Jazeker, achter Alexander Albon op de derde positie. Doen we nog goed. Vlak voor Carlos Sainz. En gaat hier ook zometeen aanvallen omdat wij koude banden hebben. Verdedigen heeft wel wat zin. Sainz moet er naar de buitenkant kijken. Is er ook voorbij. Remmen wat later dan de Spanjaard. En zo pakken wij de derde positie weer terug. Jazeker, goed gedaan. Dan hebben we daar Alexander Albon voor P2. Ik denk dat Max naar binnen duikt voor zijn late pitstop. Geel in sector 2. En wij vallen daar Albon aan bij de busstopchicane. Laten hem heel laat rollen. En Albon moet daar even op zijn rem gaan staan. En volgens mij valt Dan Ticktum uit in de grote prijs. Jazeker, Dan Ticktum uitgevallen in de wedstrijd. Max dus naar binnen gedoken voor de harde band. En wij rijden gewoon weer aan de leiding in de 13e ronde van de race. Nog 8 rondjes te gaan. Goed gedaan, doen we goed. Weer een 1-2'tje in handen en Gasly pakt P3 af. Zitten we in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als wij even groen in sector 1 hebben genoteerd, paars in sector 2. Dus ik denk dat dat snelste raceronde eraan gaat. Wat we nog steeds in handen hebben met een 1.45.922. En dat wordt een 1.45.277. Goed gedaan. Gat naar Max is 16.1. Naar Gasly inmiddels ruim 30 seconden. Maar we gaan gewoon nog door op deze band. Er zijn nog 2 rondes te gaan in de race. En 1 uitvaller, Dan Ticktum dus. Jammer voor de Haas coureur. Albon op P5.
En dan zijn we aanbeland bij het einde van de grote prijs. Komen aan bij de busstopchicane. Geen blauwe vlaggen meer. Die worden gezwaaid. De geblokte vlag wordt dit keer gezwaaid. Jazeker. En zo winnen wij alweer een wedstrijd in My Team Karemo. Pakken ook nog even de snelste raceronde. Goed gedaan. De volledige score als team gepakt is op naar de volgende wedstrijd in Nederland. Welkom! And with that, we wrap up another incredible Grand Prix weekend. So, Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van België. Pakken ook dus dat race-rondepunt. Max Verstappen naar P2. Maakt er een tweetje van Pierre Gasly op P3. De nummers 1, 2 en 3 ongewijzigd. Leclerc 4. Albon 5. Norris 6. Sainz 7. Tsunoda 8. Ocon 9. Alonso 10. Perez 11e krijgt Drive of the Day. Ja, vind ik goed. En wij zijn steeds eerste in het coureurs- en constructeursklassement. Alfa Tauri klimt naar P5 in het constructeurskampioenschap. Doen ze goed, maar wij dus nog steeds fors aan de leiding in beide kampioenschappen. Rivendijk breekt dan mezelf en Carlos Sainz. Plus 6 voor mij, plus 2 voor Sainz. 15 tegenover 6. Gaat allemaal wel goed komen, denk ik. Het team acclaim Max nog steeds level 21. Wij zijn nog steeds level 21. Het team is nog steeds level 27. Niks gewijzigd hieraan. Dus dat zit wel goed. Van alle sponsoren inkomsten binnengehaald. $1,56 miljoen erbij gekregen. Max en ik hebben wat schade gereden. $14.000 misgelopen in totaal. $86.000 erbij. In totaal op de bank $31,82 miljoen. Dus dat kunnen we gaan spenderen aan het contract van Max, wat na deze aflevering dus afloopt. En de faciliteiten, dus dat is goed om te zien. En ja, misschien voor volgend seizoen alvast wat dingen gaan kopen. Bijvoorbeeld, nog meer faciliteiten. En misschien ook kijken, misschien naar een andere rijder. Alhoewel, ik laat Max niet graag gaan, want ja, het is Max Verstappen. En hij doet het gewoon goed. Veel beter dan Michael Schumacher. Dus ja, maar goed, ik ga deze video dus afronden. Mensen, ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Wij trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Karemo content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janal mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!